Welkom terug. U kijkt nog steeds naar Life & Style. We gaan snel verder met het volgende item. Vandaag in Life & Style hebben we een item over een stukje vegan lifestyle. Nou ja, u zult wel bekend zijn met het begrip vegetariër, maar dan kan je ook nog een stapje verder gaan. En dan kom je dus op het vegan aspect. En daar is denk ik nog een heleboel onzeker over. Het is wel heel erg interessant. Wij gaan vandaag praten met Gio Emanuels en hij is de eigenaar-oprichter van Vegan Spark. En hij weet alles over die vegan lifestyle. Natuurlijk heeft dat alles te maken met ook lekker en vooral gezond eten. Dag Gio. Dat vooral, ja. Welkom in het programma. Dank u wel. Maar vertel even kort even over jezelf. Hoe ben je met het vegan eten in aanraking gekomen en waarom? Oké, ik ben eerst begonnen als zeg maar Rasta. Ik ben geen Rasta, maar uit de Rastafari lifestyle heb ik dus het initiatief genomen of gekregen om dan een vegetariër te worden. Ik ben dan gaan zoeken van waarom eten ze geen vlees en dergelijke en verschillende redenen gevonden. Uiteindelijk ben ik dan vegetariër geworden en vond ik van als ik eenmaal bezig ben, laten we het dan gewoon gelijk goed doen en veganist worden. Ja. Het lijkt me niet makkelijk. Nee, om veganist te worden. Nee. Veganist worden is echt, je moet echt alles zelf gaan maken, want je kan nergens echt eten kopen, in Suriname vooral. Dus het is een moeilijke stap. Ja, en wat bij mij dan, de eerste vraag die bij mij in mijn hoofd komt is, heb je niet altijd honger? Ja, wij vegans hebben altijd honger. We eten ook veel. We eten iets meer, vind ik persoonlijk. Ik eet meer dan normaal. En, het is niet aan je te zien, maar dat komt door die vegan. Precies, het is een soort vegan lifestyle. Je kan zoveel eten als je wilt, als het maar gezond is en de goede voedingsstoffen heeft die je nodig hebt. Ja, oké. Maar nou zijn er natuurlijk een heleboel mensen die graag gezond willen leven. Net als jou, alles veel willen eten en niet willen aankomen. Sommige mensen hebben ook gezondheidsproblemen, waardoor ze minder vlees moeten eten of juist helemaal moeten stoppen. Helemaal. Wat moet je doen om die vegan lifestyle te kunnen gaan accepteren? Zou je zeggen van nou word eerst vegetariër en dan ga je een stapje vegan doen? Oké, kijk, sowieso als je aan een verslaving bent. Ik noem mensen die vlees eten zijn dus verslaafd aan vlees. Het is niet verkeerd bedoeld of zo. Maar als ik je zeg ik geef je een maand lang geen vlees terwijl je vlees gewend bent. Dan ga je problemen mee hebben. Dat wil zeggen je bent verslaafd aan vlees. Oké, ja. Om die verslaving te breken, dat gaat even tijd kosten. Het ligt aan elk individu, ligt het aan anders. Hoe lang duurt het jou om van een verslaving af te komen? Is net als stoppen met roken en dergelijke. Ja. Dus zo ook was het bij mij in het begin moeilijk om even die overstap of overschakeling te maken naar vegan. Maar uiteindelijk, als je zo ver bent, dan lukt het wel. Als je eenmaal daar bent, dan wil je ook niet terug. Want het was moeilijk genoeg om daar te komen, dus om terug te gaan. Precies. Is zonde van de tijd, precies, ja. Maar even het verschil uitleggen tussen vegetariër en vegan. Ja. Oké, je hebt alvast bij dat mensen zeggen van Rasta eten vis. Nou, als je vis eet, ben je geen vegetariër. Je bent vegetariër als je 0% vlees eet, vlees of vis. Vegetariërs heb je dan verschillende soorten. Je hebt 3 soorten. Je hebt vegetariërs die dus lacto-vegetariërs zijn. Je hebt vegetariërs die octo-vegetariërs zijn. En je hebt lacto-octo-vegetariërs. Wat lacto en octo betekent is, lacto is melk. Je gebruikt dan melkproducten. En octo is ei. Je gebruikt dan ei-producten. En je hebt dan vegetariërs die beide gebruiken. Oké, vegans gebruiken geen van beide. Vegans gebruiken dus 0% dierlijk voedsel. Dus helemaal niets afkomstig van dieren. Ook geen honing, ondanks dat het niet echt een deel is van een bij, maar het is geproduceerd door een bij. Het is verzameld dan door een bij, de honing. Maar wij vegans gebruiken dat niet. En vegans gaan sterker nog verder met hun belief en waarvoor ze staan, zeg maar. Dat ze dus ook geen leer gebruiken, producten afkomstig van dieren zoals wol, noem maar op. En ook in make-up en dergelijke zitten dierlijke producten. Daar letten ze dan heel streng op. Dus wat ik zei, het is echt een lifestyle. Het houdt niet op bij het eten. Precies. In principe zou je die keuze zelf kunnen maken. Ja. Neem ik aan hoe ver je erin wil gaan of je echt gewoon wat voeding wil hebben. Juist. Maar je kan ook je hele levensstijl eraan juist, aanpassen. Dus voornamelijk gaat het om voeding, de vegan lifestyle. En naast voeding ligt er dan ook nog andere aspecten bij, zoals kleding, noem maar op. Ja. Wat zijn de, laten we het even zo zeggen, wat zijn de grootste nadelen van het eten van dieren, van vlees?
De grootste nadelen zijn de ongewenste stoffen die we naar binnen krijgen. Kijk, los van dat het de stoffen heeft die wij als mensen nodig hebben, zoals eiwitten, ijzer, noem maar op, vitamine, die zijn er dan wel in vlees, zijn er. Sommige zijn toegevoegd, dus kunstmatig. Maar komt erop neer dat de stoffen die we dus niet binnen willen krijgen, die ook in vlees voorkomen, zoals verschillende stoffen, bacteriën die ziektes opwekken. En kankerverwekkende stoffen, hoge bloeddrukverwekkende stoffen, suiker, kan je dan aan te veel suiker, want bepaalde vleessoorten worden dan met te veel suiker bewerkt, noem maar op, klaargemaakt. Dus, maar voornamelijk gaat het om dus hoge bloeddrukpatiënten en kankerpatiënten. Kijk, als je veel vlees gaat eten, de dokter geeft je al aan van, hey, kijk, je moet minder rood vlees gaan eten, noem maar op, en dat soort dingen. Dus die ongewenste stoffen die in vlees zitten, dat is het ergste wat ik vind, qua gezondheid. Maar een vegan wordt meer een vegan om de manier ook waarop de dieren worden gekweekt en hoe ze worden geslacht. Is echt, als jij zelf als vleeseter zou kijken hoe dat gebeurt, ja, je zou het heel zielig vinden. Maar uiteindelijk ga je toch het vlees eten, wat ik raar vind. Nou, dus het is maar net hoe je, denk ik, persoonlijk ingesteld bent. Precies, ja. Je kan inderdaad ongevoelig zijn daarvoor. Maar er zijn ook heel veel mensen vegetariër geworden. Juist omdat ze dat omdat ze dat hebben gezien. Precies. Ja. Bijvoorbeeld hoe ze die kuikens op een lopende band zetten. En dan gaan ze allemaal in de grinder. Gewoon in de grinder. En dat zijn die nuggets die we allemaal eten. Hè? Ja, nou, we zien dagelijks een commercial ervan voorbij komen. Precies. Dus. Als je daar nog lust, nou, dan ben je, dat is het ligt aan jou zelf. Is het persoonlijk. Ja. Maar dat zijn heel veel mensen natuurlijk, want we houden van eten in Suriname. Ja. Sowieso houden we ook van vlees. We houden van onze barbecue en onze allerlei dingen. En dat is op zich niks mis mee. Als jij dat wil, dan ben je natuurlijk vrij om dat te doen. Maar mensen zullen dan misschien denken van ja, ik zie inderdaad wel die voordelen. Ik kan wel erin komen dat het voor mij misschien gezonder is om of gedeeltelijk te stoppen of misschien zelfs helemaal te stoppen met vlees consumeren. Ja. Maar hoe ga ik die stoffen die ik krijg, want als ik vlees eet voel ik me lekker, want je gaf het al aan, het is te vergelijken met een soort van verslaving. Ja. Als je een sigaretje hebt gerookt voel je je lekker. Precies. Als je een stukje vlees hebt gegeten voel je je voldaan en lekker. Het is, hoe gaan we dat vervangen, hoe gaan we het oppikken? Hoe gaan we het oppikken? Oké, dan ligt het een beetje aan hoeveel wil jij doen om dat te realiseren. Kijk, bijvoorbeeld, je vindt van, hey, vlees geeft me dit, geeft me dat. Nou, bedenk een gerecht dat dus vegan is, die dan daarop lijkt. Ja, wil je dat? Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld, barbecue. Iedereen houdt van barbecue. Oké, ik maak mijn barbecue tofu en het smaakt net als vlees. Dus het is, ligt aan jou. Ik vind vlees is een makkelijke uitweg voor de stoffen die we nodig hebben. Ja. Maar zitten dan ook ongewenste stoffen in. Ja, een moeilijke uitweg, andere moeilijk alternatief zeg maar, is dan dat vlees wat je dan eet, die smaak die waarvan je houdt of waar je zo verslaafd bent als vlees, te gaan vervangen met iets wat dus niet vlees is. Ja, komt weer eigenlijk terug op die sigaretten, want dan heb je die nicotinepleisters, die elektrische sigaretten. Precies, dus het is ook een beetje, vaporizers, het is ook maar een beetje psychisch, hè? Precies. Die knop die je alles even moet omzetten. Ja, in je mind. Ja. It's a state of mind. Nou, we hebben al eigenlijk in het hele gesprek een aantal voordelen gehoord van het niet consumeren van vlees of minimaal consumeren van vlees. Zijn er nog meer voordelen die je zeg maar na een aantal weken gaat zien? Is het beter, krijg je een mooier, betere huid ervan, betere conditie? Wat zijn de echt tastbare veranderingen die je kan? Nou, sowieso zoals u het zegt, je huid. Je gaat het merken dat je iets gavere huid krijgt. Je ziet er misschien iets jonger uit. Mensen moeten niet erop ingaan van, je hebt gezegd als ik geen vlees eet ga ik er 10 jaar jonger uitzien. Dat heb ik niet gezegd. Je zegt iets jonger. Toch? Het geeft je gavere huid, je hebt minder last van uitslag, je hebt minder last van acne, want acne is gewoon een uitstoot van ongewenste stoffen. Ja. Nou, dat zit allemaal in vlees. Oké, los daarvan heb je het gevoel dat je meer conditie hebt, je hebt meer energie, je staat 's morgens niet zo vermoeiend op, zeg maar. Je voelt je lichter, je kan lichter niet in de zin van dat je wind je kan omver, dat de wind je omver kan waaien, maar lichter in de zin van je wordt minder snel uitgeput of moe als je lang staat bijvoorbeeld, of noem maar op, als je 's morgens op moet staan, voel je niet zo zwaar van weet toch, je voelt je een beetje lekker in je vel. Ja. Dat zijn de voordelen die ik persoonlijk heb ervaren. Verder, qua vlees eten, sowieso de ziektes die de dokters zelf aanhalen. Wanneer je bepaalde ziektes hebt, mag je geen vlees eten. Nou,
Dat zijn dan alvast dan voordelen, ja. Extra voordelen. En verder bespaar je een aantal dieren dan, die dus niet in, op jouw bord belanden, mm-hmm. snap je? Je draagt dan bij aan minder slachten van dieren. Ja. Okay. De reden waarom ik begonnen ben met vegan pork is omdat ik dus werkzaam ben in de nightlife, entertainment, noem maar op. Dus ik ben vaak op straat en heb dan geen tijd om te koken of mm-hmm. fatsoenlijk te koken. En als je vegan bent, moet je dus echt strak gaan letten op je voeding. Mm-hmm. Van hey, welke voedingsstoffen haal je naar binnen? Ja. Kijk, ook nog even om daarop terug te komen. De voedingsstoffen die je naar binnen moet halen, die je moet vervangen, die in vlees zitten. Nou, grootste deel van de groentes waarvan wij weten die gezond zijn, bevatten veel meer eiwitten dan vlees zelf. Mm. Ik heb op Vegan Spark, dus share ik dagelijks ook van informatie hoeveel nou het verschil is van de stoffen die dus in vlees en groenten voorkomen mm-hmm. en welke dus meer zijn. Dus ik moest dan op een gegeven moment vegan sport gaan openen zodat ik zelf genoeg voeding heb, gezonde okay. voeding, want ik werk en als ik nou 's morgens dan kook voor mm-hmm. zoveel mensen, dan weet ik dat ik 's avonds wel ook eten heb, als ik geluk heb dat het niet Oké. Het is een hele goede business uitgang ook. Dus je kookt in principe voor jezelf. Voor mezelf. Maar dan even nog wat extra's. En dat extra's dat verkoop je dan aan degene die dus nou, ik maak extra. Als ik geluk heb dat het overblijft, heb ik eten. Want vegan spork is verrassend genoeg aangeslagen. Ja. Dus dat zal mijn volgende vraag zijn. Ja. Hoe pikt men het de vegan healthy lifestyle op in Suriname? Het verbaast me elke dag. Van, ja, laatst nog kwamen gewoon een groep klanten binnengestormd zonder aankondiging of zo. Terwijl ik het even heb aangegeven van eerst bestellen, dan kom je, want de kans is groot dat het dus uitverkocht is. Ja. Dus zo zie je dat er dus veel mensen zijn die erover praten. Veel mensen delen het zelf op Facebook en sharen het en zeggen hoe ze het ervaren. En er komen nieuwe gezichten bij me langs. Mensen die ook geen vlees eten. Dames die misschien naar de gym gaan, die komen vaak bij mij, want ze weten van, ze willen lekker eten vandaag, dus, maar niet vettig en niet ongezond of noem maar op. Dus dan komen ze bij Vegan Spark langs. Want bijvoorbeeld mijn pizza, mensen horen pizza en denken, dat is gewoon een brood met vet. Mm-hmm. Nee, bij Vegan Spark helemaal niet. Wij gebruiken voornamelijk cashewnoten, daarvan maken we onze kaas. Nou, cashewnoten bevat bijna geen vet, is gewoon natuurlijke vet van die noten zelf. Ja. En mijn vulling maak ik dan meestal met aardappel en soja chunks. Dat is dan gewoon kleine soja chunks balletjes. Maak ik gewoon met 1 theelepel olijfolie klaar voor 1 hele grote pizza. En dat is alle olie wat dan zit op mijn pizza. Mm-hmm. 1 theelepel olijfolie voor 1 grote pizza waaruit je 10 stukken haalt, 10 slices. Dus heel weinig vet en mijn deeg maak ik zelf dus. Mm-hmm. Geen melk voeg ik toe, het is echt puur vegan. Dus mijn pizza slice bevat, je kan zeggen, niet eens 1 theelepel vet. Mm-hmm. Dus dat vooral. Ja, dat klinkt heel erg aantrekkelijk. Los van die pizza's, je hebt ook soepen, want mensen een beetje willen weten van wat staat er zo ongeveer op jouw menu. Kan je een paar items gewoon even random opnoemen, dat men een beetje een beeld heeft? Ja, Vegan Spark is begonnen met een concept om elke dag een ander menu te hebben. Mm-hmm. Omdat wij dus heel klein zijn, we zijn pas begonnen, we willen niet met een aantal porties overblijven aan het einde van de dag. Dus wij houden het op 1 hoofdgerecht per dag, 1 snack en 1 pizza. We hebben al gehad verschillende gerechten zoals herheri, we maken pasta, we maken barbecue, tofu. Mm-hmm. Dus we proberen echt gewoon de Surinaamse gerechten vooral en gerechten die mensen hier in Suriname lekker vinden. Wat herkenbaar is. Herkenbaar, gewoon vegan te maken. Want komen met gewoon vegan gerechten gaat niet zo aantrekkelijk zijn. Dus we hebben ook nasi, Javaanse nasi, Javaanse bami. Mm-hmm. We hebben al een groentesoep gehad. We gaan binnenkort gevulde soproppen maken, pindasoep, noem maar op, verschillende Surinaamse gerechten. Okay. Dus, is het niet zo eng dat mensen denken van, wat is dat, wat is dat? Het is in principe gewoon de oude, vertrouwde gerechten, maar gewoon super gewoon healthy. Ja, gewoon 0% dierlijk voedsel. Oké, en elke dag komt het menu te staan op jullie Facebookpagina, Vegan Spark, en mensen kunnen dan gewoon liken, sharen, volgen en bestellen ook, hè? Jawel, je kunt gewoon via Facebook ons benaderen en via daar kan je alles doen, bestellen, noem maar op, vragen stellen. Op onze Facebookpage staat er ook een telefoonnummer vermeld waarop je dus ook kan bellen of appen. Mm-hmm. En via dat wordt dan elke dag het menu van de volgende dag bekendgemaakt. Okay. En ook 's morgens wordt het menu van de dag bekendgemaakt. En krijg je eventueel ook nog een foto van hoe het gerecht eruit ziet. Want kijk, dat is een eye-catcher. Hè? Ja. Mensen
Mensen kunnen misschien een gerecht lezen van, hey, jij heeft vandaag moksalesi met dit en dat. Denk het niet. Maar als ze die foto zien, dan bellen ze gelijk van, hey, heb je nog moksalesi? Ja, maar dan krijg je honger van natuurlijk. Precies, als je praat, honger. Krijg ik al honger. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen dat zullen hebben. Dus ga maar lekker direct kijken wat hij morgen heeft en direct je bestelling plaatsen. Want ik heb het zelf gezien, het is heel druk bij jou. Even in het kort, hoe zie jij de toekomst van Vegan Spark in de nabije, ja, in de nabije periode? Ja, de toekomst van Vegan Spark zie ik... ik wil nog niet te blij zijn. Ik wil het even nog aankijken. Mm-hmm. Hoofdzaak... Oh, wat zijn jouw wensen? Wat zou je willen? Juist, precies. Dat is belangrijk. Hoofdzaak waar ik naartoe wil gaan is dat Vegan Spark gewoon blijft bestaan. Mm-hmm. Zolang het bestaat is het voor mij al een succes. Mm-hmm. Dat het dan druk is of even druk als andere restaurants die populair zijn. Bijvoorbeeld als McDonald's. Als het zo gebeurt, is het meegenomen. Dan hebben we echt iets moois bereikt. Ja. Maar zolang het gewoon open is en blijft draaien, zodat de vegans in Suriname vooral weten dat er een Vegan Spark is, een vegan restaurant, dus waar ze betrouwbaar hun vegan voeding kunnen halen, ben ik blij en dan vind ik dat ik mijn doel heb bereikt. Oké. Heel mooi. Vandaag is het een beetje een Valentijnsthema in de aflevering van Life & Style. Dus we gaan Gio natuurlijk niet met lege handen laten komen. Nee. Maar we wachten daar nog eventjes op, want je hebt nog een verrassing voor ons. Want je hebt natuurlijk ook thema's waar je voor moet koken. En onze vraag was dus van, nou, verras ons met een beetje een Valentijns themaatje. Ja. En misschien dat de mensen thuis dan straks ook even op een leuk idee komen of wat ze zelf kunnen doen. Of ja, dat ze dus de gerechten zien die ik heb klaargemaakt voor Valentijn. En het dan gewoon bestellen is ook veel makkelijker. Oké, nou bedankt voor het gesprek. We zien je zo meteen terug met jouw lekkere eten. Dank u wel. Yes, we gaan het programma ons Valentijns aflevering van Life & Style afsluiten. En dat doen we in een gezellige groep. Giovanni staat achter mij. Gio, je gaat... Wat ga je ons geven? Wat ga je ons laten zien? Vertel. We gaan 3 verschillende gerechten nu eten. Wauw, oké. Okay. 1 hoofdgerecht, 1 snack, zeg maar, mm-hmm. en een dessert. Oké. Okay. Eerst gaan we de snack consumeren. Mm-hmm. Dit is gewoon een pizza, een vegetarische pizza, een vegan pizza. Met een haartjesvorm in verband met Valentine. Dus... Yes. Mag geen pork, is het pork worden? Nee, nee. Spark. Vegan Spark. Oké, dit gerecht is onze tofu steak. Mm-hmm. Dus tofu is klaargemaakt net als steak. Een beetje gebakken en gegrild. Mm-hmm. Met een flour coating, waardoor het dus lijkt alsof het een krokante textuur heeft of laag. Oké. Okay. Korst. En dit is oven wedges. In de oven gebakken, zeg maar. Mm-hmm. En dan hebben we dan broccoli, even gestoomd in wat olijfolie. En als zuurgoed gewoon komkommer en sla. Oké, eet smakelijk. Ja, bon appetit. Bon appetit. Niks. Oké, borden weg. Ja. Ja. En dan dessert snel. Ja. Chocolate cake. Dessert, mensen. Alsjeblieft, dessert. Dit is vegan chocolate cake. Oh, Natasha, vegan chocolate cake. Dus het is gewoon cake zonder melk of ei. Wow. Jawel. Ik ben heel benieuwd. Het is een beetje als boia, klopt het? Het smaakt een beetje als boia, maar met chocolade. Die textuur is... Die textuur, Een beetje boia, Heel lekker. Eet smakelijk en een happy Valentine.